De tennisvereniging Rijnhuis heeft zichzelf in een heel nieuw jasje gestoken. 2009 een heel nieuw clubhuis, nu nieuwe banen, Smash Court. Wij hebben gekozen om naar een andere baansoort te gaan, omdat we toe waren aan fors en groot onderhoud. Dat vraagt behoorlijke investeringen en dat is een natuurlijk moment om eens te kijken of je een overstap moet maken naar een andere baan. De leden die hebben daar onderzoek naar gedaan en uiteindelijk op de ledenvergadering besloten om de overstap te maken naar Smash Court. Volgens mij kan Linda de Leeuw alles ons daarover vertellen. Linda is helemaal op de hoogte van alle ins en outs die te maken hebben met de banen en alle ontwikkelingen die daar een rol in spelen. Ja, Smash Court is een gravelachtige ondergrond en in dit geval wordt het gelegd over het Mateco heen. Het zijn kunststofvezelmatten en daar wordt dan straks nog infill in gestrooid en dan worden de lijnen aangelegd. Er moet ook onderhoud gepleegd worden natuurlijk. Dat klopt, het zal even nieuw zijn voor de leden, want er moet na iedere wedstrijd moet er gesleept worden. En ook zal er één keer per week grof gesleept worden met een soort trekkarretje. En daar hebben we gelukkig genoeg leden bereid toe gevonden om dat voor ons te gaan doen. En op 7 en 8 september, dan is er tussen 2 en 4 is er een clinic. En ja, iedereen die eens een keer op Smash Court wil spelen, die nieuwsgierig is, de sfeer wil proeven hier op onze club, die is van harte welkom. Tennisvereniging Rijnhuizen staat gesteld voor de toekomst.